Hey, welkom. Leuk dat je kijkt. We gaan het hebben over de duim, hoe we die kunnen mobiliseren en meer ruimte geven, zodat we minder pijn ervaren. Dus heb je last van duimklachten, bijvoorbeeld door te veel gamen, door artrose, artritis, reuma, te veel op je telefoon zitten, verzin het. Doe vooral met me mee. Het zijn een paar simpele oefeningen die gelijk resultaat behalen. Dus je krijgt meer ruimte en ervaart daardoor minder pijn. We gaan beginnen met onze hand openleggen. We buigen die duim naar binnen en doen de hand dicht. Dus we doen hem weer open, doen die duim naar binnen, doen hem dicht. Op deze manier rekken we een beetje die duim, brengen we naar binnen, sluiten hem op en weer open. Naar binnen, sluiten hem op en weer open. En afhankelijk van hoeveel klachten jij ervaart, doe je 5 of 10 herhalingen. Nu houden we hem helemaal open en brengen we die duim naar de pink toe. Probeer de andere vingers gewoon open te houden en breng die duim maar naar die pink toe. En als je niet zo ver kan komen, prima. Breng je hem bijvoorbeeld halverwege tot waar jij kan komen. Oké, hartstikke goed. Ook wederom afhankelijk hoe het gaat, doe je 5 tot 10 herhalingen. Oké. Mooi. Als we die hebben gedaan, gaan we ombeurten de vingers aantikken. Dus we brengen die hand helemaal open en gaan ombeurten vingers aantikken. Hartstikke goed. Oké. Andere vingers blijven gestrekt. Open. Naar die vingers toe. Hebben we meteen ook een stukje coördinatie te pakken. Laatste keer. Oké. Houden we de duim in pincetgreep. Pakken we de andere kant. En trekken we aan die vingers. Dus we willen hem niet openmaken. Je wil ook niet heel hard trekken. Maar hiermee creëren we meteen een stukje krachtverbetering. Dus we doen ze uit elkaar. We maken een pincet. En we houden hem tegen. Dus als je linkerduim in dit geval de boosdoener is. Die hou je dicht. En met de andere kant trek je eraan. En je wil niet dat hij loslaat. Dus hiermee trainen we een stukje kracht. Net hebben we al een stukje mobiliteit en stabiliteit en coördinatie getraind. Nu een stukje kracht. Je kan hem ook wat langer volhouden. En weer los gaan we naar de laatste keer. Pincetgreep, andere erin. Trekt heel lichtjes naar. En weer open. Wisselen we weer af met een stukje mobiliteit. Brengen we die duim naar buiten en weer terug. Naar buiten, weer terug. Naar buiten, weer terug. Oké. En gaan we nog omhoog en terug. Omhoog. En terug, omhoog, omhoog, omhoog. Oké. Je ziet al, hè, dat hele duimgewricht doet mee. Dus we gaan de oefening nu ook doen terwijl we die duim stabiliseren. Dus je houdt hem hier bij, bij het kussentje als het ware vast. Daardoor kan die duim niet verder naar binnen bewegen. En door hem vast te houden, blijft hij mooi op één plek. Breng hem ook weer omhoog en omlaag, omhoog. En omlaag. Oké, hartstikke goed. En gaan we nu als laatste gaan we wat meer ruimte in die gewrichten aanbrengen. En dat doen we door hem heel lichtjes te mobiliseren. Dus we brengen hem heel lichtjes uit elkaar en weer terug. Jij bepaalt hoeveel, hè? Dus door er wat harder of wat zachter aan te trekken. Kijk ook wat je prettig vindt, hoe je hem vasthoudt. En waarschijnlijk zie je ook dat je weer al wat meer ruimte creëert. Zorg dat je hem vooral ook losjes hebt, die duim. Heel lichtjes eraan trekken. Oké, netjes. En gaan we eindigen met gewoon even heel rustig mobiliseren. Rondjes draaien. Als je nou het idee had dat dat lichtjes eraan trekken wat meer ruimte gaf. Probeer dan ook eens te kijken of je hem geleidelijk kan mobiliseren. Dus dat je hem helpt. In plaats van actief bewegen, doe je dat passief door zelf die beweging uit te voeren. Dus draai maar rustig rondjes. Oké. Kan je ook met het bovenste gewrichtje doen. Rustig, open en dicht. Oké. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Laat vooral comment achter hoe deze oefening voor jou gegaan is. Of je wat verlichting hebt ervaren of wat meer mobiliteit. En dan zie ik je bij het volgende filmpje.